Sorry voor de delay. Ja, kan gebeuren, hè. Vraag maar aan de NS, wie weet alles over vertraging. Hallo mensen van Gaming SB, welkom bij een nieuwe video van je favoriete YouTuber natuurlijk, want ik ben je favoriete YouTuber. Wie moet het anders zijn? Ik heb geen idee, dus we gaan beginnen met een nieuwe Assassin's Creed Revelations en we gaan nu naar een cutscene toe. Enjoying the poem? Who are these men he condemned to hell? Political opponents, men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply, no? See. It is a subtle way net to als seek Ezio's revenge. Hidden blade. Oh! Ezio, I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks to visit a new printing press there. That should be fun. It is a 5 or 6 day ride from here, and I will need an escort. Prego. Oh, I'm sorry. You are a busy man. Sophia, I would love to accompany you, but my time is running short. That is true for all of us. Well, I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Can you wait a day? What do you need? It is silly, but a bouquet of fresh flowers. White tulips, specifically. I can get you the flowers. Nessun problema. Are you sure? It will be a nice change of pace. Bene. Meet me in the park east of Hagia Sophia, and we will trade. Flowers for information. Nou, dat vind ik een goede deal, moet ik zeggen. Daar zou ik het voor doen hoor, Ezio. Als hij nou slim is, geeft hij gewoon... plukt hij gewoon wat extra witte tulpen. Geeft hij die zo van, hey, en nu ben jij mijn chick. En dan, oh, wat leuk, jij. Weet je wel, ja... Dus dat. Ik weet niet waarom het laden ineens zo lang duurt. Mijn PC heeft er vandaag niet echt zin in. Het is net als mijn wifi. Die heeft er soms ook wel eens geen zin in. Soms? Nou, eigenlijk altijd. Nou, dat is wel weer heel negatief. Negativiteit is negatiever dan positiviteit. Wow. Exposed. Ja je had het misschien niet verwacht, maar ik wel. Want ik ben natuurlijk heel slim en zo. En weet je wat we gaan doen? We gaan hem omkopen. Woep, woep. Ja, want dat vind ik leuk of zo. Stiekem is dat mijn hobby. Dus weten jullie dat ook weer? Oké, let's go naar onze bestemming. Want dat is heel goed English. So, if you like to do some good English, then you have to do some good English. Or else you are gonna die, denk ik. Nou ja, dat denk ik niet, maar behalve van die mensen, weet je wel, die heel erg boos zijn als je dingen verkeerd uitspreekt. Ze worden ook wel grammar nazi's genoemd, maar hè, ja, wie boeit dat nou? Eigenlijk niemand mag ze, dus het is niet raar als je ze niet mag hoor. Ja, het is gewoon heel... Most interesting. Ja, ik weet eigenlijk ook niet, het is gewoon een beetje apart. Hallo. U ook hier, wat een toeval. You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips. White, if you have them. Ah, tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call, unfortunately. All right. Listen, I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour. 2 at most. I am not waiting an hour. Niet? Oh, we gaan hem achtervolgen. Want ze denken, nou die Sander, zijn favoriete, minst favoriete missie is een achtervolgingsmissie. Dus fuck it, we gaan dan maar gewoon een achtervolgingsmissie doen. Want dat vindt hij zo niet leuk. Dus ja, waarom niet? Ik geef ze ook groot gelijk hoor. Ik bedoel, soms mensen plagen is best leuk. Dus ja, behalve mij plagen, want dan... ga ik je helemaal kapot trappen. Maar voor de rest, hè, is het wel leuk. Dus als je gewoon niet kapot getrapt wil worden, pest me niet. Pas erop hoor. Ik doe het. Ik doe het, jongen. Ik maak je helemaal kapot. Ja, zoals ze dat wel eens heel mooi zeggen in het Nederlands. Eigenlijk is dat helemaal niet zo'n heel goed Nederlands.
En het is niet zo heel mooi, maar hè, iedereen heeft meningsverschillen. Dat mag ook. Dat is juist mooi aan de mensheid. Iedereen heeft een andere mening. Eigenlijk is het niet alleen bij mensen zo. Tenminste, neem ik aan van niet. Lijkt me een beetje apart. Ik word hier wel ontdekt door wachters. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat dat gewoon mag. Want hun hebben niet door. Zo van, oh, die gasten die is witte top aan het pakken. En het is ook geen beruchte man of zo. Het is ook niet iemand van de Templars. Dus waarom zou die dat door moeten hebben? Volgens mij ga ik wel een beetje heel erg de verkeerde kant op. Maar hè, maakt niet zo heel veel uit. We komen er wel, hoop ik. Als we niet komen... Ja, daar heb ik nog niet echt iets op bedacht. Dus help me. Help me. Please. Help me. Oké, mogen we nu... Oh, mogen we nu gewoon witte tulpen plukken, jongens. Oh, wat? Oh, hier zijn al witte tulpen. Oh, ik zie hem nu. Oh, wauw. Ik denk er zijn meerdere witte tulpen. Maar nee, hoor. Het is er gewoon één per keer. Dus ja, daar houdt het bij op. Gewoon, je mag maar één. Ja, je mag ze natuurlijk allemaal... Je moet ze allemaal plukken. Denk ik. Oh, nee. Je hoeft ze niet allemaal... Je hoeft er maar drie. Maar alsnog. Had er gewoon drie neergezet, dan hadden we er 9 gehad. Dat was... Zo fix je die chicks niet met 3 tulpen. Als je 9 hebt, fix je chicks veel beter. Want monies. Ja, monies doet het altijd goed bij de chickies. Dus ja, dan weet je dat. Nou, en daar is onze laatste en derde tulp. Want ja, die... ja, er waren niet meer. Ja, er waren eigenlijk wel meer. Ik snap ook niet, waarom pakt Ezio niet gewoon alles? Ik bedoel, gast, het is gewoon fucking... Er zijn meer, en waarom pak je die niet? Of misschien valt het dan op dat we die gasten hebben gevoeld van... Huh, er zijn geen witte tulpen meer. Of we krijgen politie achter ons aan, want dat klinkt ook heel logisch. Die Templars, hè, die kunnen er zo slecht tegen als tulpen worden gepakt. Nou, ik moet zeggen... Het is wel vervelend. Wij hebben in onze voortuin... Of nou ja, tuin. Het is maar wat je een tuin kunt noemen. We hebben daar van die aardbeienplantjes. En ja, je zult het niet geloven. Maar het wordt gewoon zo van... Oh, een aardbei. Oh, laten we die pakken. Want ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet. Waarschijnlijk vinden mensen dan aardbeien lekker. Ik denk niet dat die mensen die je pakken... Dat die denken... Ah, oh, godverdamme aardbei. Nee, ik hoop echt niet dat we die hoeven pakken. Maar ja, als we ze tegenkomen, hè, dan moet het. Ik denk niet dat mensen zo denken, maar kan aan mij liggen. Ik denk dat het aan mij ligt, ja. Nee, ik... ja, het is wel jammer op zich. Ja. Ik bedoel, jammer mensheid. De mensheid laat me elke keer weer in de steek. Ik heb elke keer weer goede moed en dan... Nee. A gift. Sorry. Sit. Oh, ja, gezellig. Eten, hè, dat doet het altijd goed. Che belli, grazie. Huh? Nu zijn het I want to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito. Jongen is gewoon mysterieus zijn. Why, thank you. Dat doet goed bij de chicks. Any luck with the final code? Ah, the code, see. Gaat hij direct de schakelen beginnen? Ezio, fix nooit de seks. Ah, echt. Sommige mensen... Nou, Ezio heeft natuurlijk al genoeg gefixt. Ik denk niet dat het zijn eerste keer zal zijn. Want ik weet nog aan het begin van Brotherhood, dan was het... dit staat zelfs, die heette zelfs bij mij SSQ Porn op mijn YouTube kanaal. Gewoon de tweede aflevering van Brotherhood heet SSQ Porn. Dat is een goede aflevering, moet ik zeggen. Dat is de beste aflevering ooit van porno. Dat is altijd goed natuurlijk. En in 2 heb je op een gegeven moment ook een scène dat Ezio dan ineens denkt zo van, oh shit. Of nee, ja. Hij is dan bij een chick en dan is het zo van... Die vader of zo, die heeft dan door dat Ezio is. En dan is het zo van, nee, ga weg, rot op. En dan is het zo van, oh nee, wil ik niet, man. En dan, ja, nee, moet. En dan is het zo van, oeps. Ja, dus, oh shit, ik moet wel even mijn hidden blade. Anders dan gaat hij niet zo vanuit de lucht. En dat was eigenlijk wel mijn bedoeling. Dus, ja, dan doen we nu gewoon even mijn grote vrienden. De sluipmoordenaars. Ah,
Ik dacht echt even dat het goed zou komen. Maar nee hoor, tuurlijk niet. Fight for an honorable cause, Arkadashim. Not just your life. Zeg gewoon. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. Doe dat. Yeah, meer vrienden. Dat hebben we nodig in ons leven. Vrienden zijn wel nice, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik wil niet veel zeggen, maar vrienden is goede shit. Ja, het is niet beter dan de drugs en alcohol, maar... Hè? Ja, je kunt ook niet alles hebben. Nee, ik heb nog nooit drugs en alcohol op, dus ik kan het eigenlijk niet eens weten. Maar hè, je moet toch iets zeggen voor de YouTube views. Dus ja, ik heb nu wel eigenlijk de views weer flink naar beneden gehaald met eerlijkheid. Dus jongens, weer een les voor vandaag. Doe niet aan eerlijkheid. Ik moet wel zeggen, ik had namelijk die challenge. Als je mijn Pokémon Diamond ook volgt, dan weet je dat ik een soort challenge had. En daar, wat daar gebeurde eigenlijk was, ik mocht niet liegen en niet schelden. Dat was dan voor verslavingen, weet je wel. En, nou ja, dat was voor een school en dan moest je dat bijhouden en zo. Dus, maar het liegen valt op zich wel mee, weet je wel. Maar dat komt omdat je dat door hebt. Kijk, het schelden, dat vond ik veel lastiger, maar dat komt. Schelden, dat is voor mij zo'n reflex, weet je wel. En dat doe ik gewoon. Liegen, ja, dat heb je wel door als je dat doet, weet je wel. Meestal als je dat doet, dan zit je zo van, ja, nee. Ja, ik lieg, weet je wel. Ik heb het zelf ook door, dat een beetje. Dus, ja, op zich is dat niet zo erg, maar ja. Ik lieg wel minder, gelukkig. Ik bedoel, ik probeer zo min mogelijk nu te liegen. Het gaat verrassend makkelijk eigenlijk. Ik bedoel, je zou zeggen zo van, het is heel moeilijk. Wel, kijk, natuurlijk zijn er wel eens van die momentjes dat ik denk van, ja, nee, ik ga nu eventjes liegen hoor, want, ja, waarom niet? Tuurlijk, een keer liegen is echt niet erg. Ligt er ook aan. Waarvoor, weet je wel. Ik bedoel, een keer een leugentje om best veel. Sure. Ik geef je groot gelijk, stiekem. Maar, oh wat? We hadden gewoon naar boven gemoeten. Wauw, Sander. Je bent weer lekker bezig. Nee, maar ik vind op zich een keertje een leugentje om best veel, weet je wel. Vind ik niet erg. Maar het is ook zo, meestal is het zo van, mensen willen dat je de waarheid spreekt. Dan spreek je de waarheid. Worden ze ineens boos omdat je zo gemeen ineens doet. Zo van, jij wou zelf de waarheid horen. En nu ineens word je boos dat ik de waarheid spreek. Zo van, oh lekker, ja, nou oké, ik zal nog een keer de waarheid spreken. En als je dan niet de waarheid spreekt, dan is het zo van, ja, hallo, je spreekt dus helemaal niet de waarheid. En dan is het dat weer. Het is gewoon altijd wat, de mensheid is gewoon een grote teleurstelling. Nee, grapje, valt wel mee. Ik bedoel, ik ben geen teleurstelling, maar ja, hè. We kunnen ook niet allemaal zo goed zijn als dat ik ben. Oh, wat, helemaal daar? Ik dacht nog, ik zag hem en ik dacht, ah, dat zal hem vast niet zijn. Dat is best ver. Maar, ja, daar dacht de game anders over. Hoe gaan we dit doen? Eventjes denken, hoor. Wat we gaan doen is, wij gaan dit doen, denk ik. Ja, we gaan gewoon. We zien wel of ik het overleef. Als ik het niet overleef, jongens. Rest in peace, Ezio. Auditore. Da Firenze. Ja, want wie anders? Ik ken eigenlijk niemand anders die Ezio heet. Jammer genoeg. Nou, ik bedoel, ik vind Ezio op zich best wel een nice naam op zich. Het is een nice naam. Wauw, wat was dat voor slechte grammatica? Ja. Wat had je verwacht? Nou, en bedankt. Ik weet niet of je veel had verwacht. Maar ik ga er gewoon vanuit dat je negatief bent. Dan kan ik doen alsof jij negatief bent. Kan ik boos worden? Jippie. Zo, je moet toch soms een beetje positief zijn, hè. Nou. Dus ligt aan wat je positief vindt. Als je boos wordt op andere mensen positief vindt. Ja, dat was ik zeker heel erg positief. Moet ik zeggen. Oké, ik hoor ineens een auto toeteren. Echt heel mooi getimed, want ik was stil. Ik hoorde die auto toeteren. Toen dacht ik meteen, nou, daar ga ik over praten. Een auto die toetert. Dat is zo vervelend, hè. Ik heb zo vaak, als ik in opnames ben, dan ineens gaat mijn buurman boren. Gaat mijn andere buurman boren. Gaat
auto's toeteren. Ambulance komt voorbij. Weet je wel, het is altijd wat. Of mensen komen binnen. Dat gebeurt ook heel vaak. Dan ben ik aan het opnemen. Hey Sander, kan ik dit of dit even van je hebben? Nee, ik ben aan het fucking opnemen. Laat me met rust. Net zoals altijd. Laat me gewoon alleen sterven op mijn kamer. Nee, alsjeblieft niet. Doe het niet. Jongens, please help me. Ik heb mensen nodig. Nee, ik heb geen mensen nodig. Ik heb ze al. Ha. He, dat is hoe je... Ja, ik weet ook niet. Ik weet ook niet hoe ik die zin af wil maken, maar maakt ook niet uit. Maakt ook niet af. Oh, wauw Sander, grappig. Wat ben je toch grappig. Ja. Ja, dat wist ik al. Ja, dat had je niet hoeven zeggen. Dat had je niet hoeven zeggen, man. Hé, oké. Nou, fijn. Jij vindt me grappig. Ik vind mezelf ook grappig. Ik vind mezelf niet altijd grappig. Maar soms heb ik wel eens een grapje dat ik denk, ja, daar zou ik om kunnen lachen. Weet je wel. Het is net als, tv-series, weet je wel. Maar ja, weet je, sommige grapjes denk je gewoon van, cringe. Oké, doe dat nooit weer. Andere grapjes denk je, ja, dat was een goede grap. Dat is een goede grap. Dat moet je vaker doen, weet je wel. En dat willen we ook hebben, natuurlijk. Want, die laatste groep, dat is gewoon een goede groep. Net als ik. Oh, ja, zo klinkt het echt heel erg opschepperig. Ik moet echt minder mezelf beledigen, maar ook minder mezelf toeprijzen, denk ik. Is dat een goed Nederlands woord? Ah, nee, Ezio, wat doe je? Ezio, je verkloot mijn leven. Nee, grapje. Door jou ben ik Assassin's Creed gaan spelen. Eigenlijk niet. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik ben met Edward begonnen met Assassin's Creed. Ik zag namelijk op Vaco Game. Dit is eigenlijk best wel een leuk verhaal, zit ik me nu te bedenken. Gewoon uit het random, gewoon. Oh ja, ja, zo ben ik met Assassin's Creed begonnen. Maar oké, goed, verder met mijn verhaal. Want anders dan komen we nooit bij het einde van het verhaal. Ik zag op Vaco Games Assassin's Creed 4. Want ik was toen, dat was ook nog redelijk in het begin van dat ik begon met YouTube kijken. En toen zag ik dus Assassin's Creed 4. En ik dacht, yo, dat is een vette game. Ik weet nog dat ik toen, toen wist ik alleen van Assassin's Creed 4 af. En toen, die wou ik graag hebben. Nou ja, daar kan mijn computer niet aan. Alhoewel, ik heb wel één keer Assassin's Creed 4 op mijn kanaal gedaan voor een random. Ging niet heel erg goed. Ik had hem op de laagste settings en hij was al laggy. Dus op zich, weet je, het kan. Ik kan het doen, maar ik denk niet dat dat een goed lopende serie wordt. Want hij was, op zich viel het toen wel mee. Maar ik heb het gevoel dat mijn PC gewoon slechter is geworden. Hebben jullie dat ook wel eens, dat je gewoon het gevoel hebt dat je PC slechter is geworden? Gewoon zo van, oh ja, gisteren kon hij het nog wel aan. Nu kan hij het nauwelijks aan, weet je wel? Dat gevoel heb ik. Dus ja. Maar waar was ik? Ik weet helemaal niet meer. Oh ja, nou ja, ik was toen dus nog heel erg fan van Vaco Games. Ik wist eigenlijk niet veel van games af. Ik wist niet veel van YouTube af, want ik had het toen al twee nog niet veel mee bezig. Alhoewel, YouTube denk ik al wel meer, maar niet zozeer in games. Ik volgde toen wel al Munching Orange en Dagelijks HD. Ik denk dat Dagelijks HD was mijn allereerste YouTuber. Alleen daar, mijn allereerste waar ik echt fan van was, dat was wel Vaco Games, moet ik zeggen. Daar heb ik ook twee keer mee op de foto geweest. Dus ja, dat is het goeie. Maar ja, daardoor ben ik dus eigenlijk begonnen met Assassin's Creed 4. Heb ik toen gezien. Nee, Assassin's Creed 4 heb ik toen gezien. Toen was het zo van, toen zei mijn broer van, ja, vind je Assassin's Creed in het algemeen leuk? Of vind je meer het piratengedeelte? Toen zei ik, nou ja, ik vind het sowieso leuk. Weet je wel? En, what the fuck? Oh, wacht. Oh, ik kan me dit nog herinneren. Maar, nou ja, toen had ik dus, op een gegeven moment had hij van een vriend van hem, had hij een spel geleend voor de PlayStation. Dat was Assassin's Creed Revelations was dat. Ja. Toen werd ik jarig. Toen had ik voor mijn verjaardag Revelations en 3 gevraagd. Ja, en toen heb ik 3 gespeeld eigenlijk. Want toen was het zo van, ja, Revelations, ja, die ken ik al een beetje. Dus dan ga ik liever met iets nieuws beginnen. Heel onlogisch volgorde, hè. Maar ik wist toen nog niet zo heel veel vanaf. Dus ja, toen heb ik 3 dus eigenlijk echt gedaan. En die heb ik toen ook niet helemaal uitgespeeld. Toen heb ik in de vakantie in Friesland, weet je wel, wij gaan dan meestal
Nou, wij komen in verschillende plaatsen. En toen in de Game Mania van Heerenveen zag ik zo'n bundel met de Ezio-collectie eigenlijk. Of nee? Nee, want dat was zonder Revelations dan. Ja, dat was 2 en Brotherhood. En toen dacht ik zo van, ja, Assassin's Creed, ja, die moet ik hebben, weet je wel. En toen, een jaar later, toen pas, ben ik, heb ik Assassin's Creed 1 gevraagd. En toen heb ik die nog niet, toen heb ik die ook gespeeld. Nou, toen had ik inmiddels natuurlijk 2 en Brotherhood al gespeeld. En ik denk Revelations had ik toen ook al uitgespeeld inmiddels. Lijkt me wel, maar dat weet ik niet heel zeker. Ik denk dat ik hier interactie, ja. Dus wat ik weet toen niet precies te volgen. Ik zal Revelations ook wel uitgespeeld hebben toen. Wel, dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Ik heb toen met Brotherhood, heb ik toen heel lang gestopt. Dat weet ik nog. Toen was ik best wel traag, zeg maar. Dus ja, dat weet ik niet precies. Maar ja, dus toen ben ik eigenlijk, toen op een gegeven moment kreeg ik 1. Ik weet dus eigenlijk niet meer de volgorde vanaf hier. Toen heb ik nog illegaal gedownload Assassin's Creed 4, omdat ik dus niet wist of, hoe heet het? Toen wist ik nog niet of mijn PC het aankon, dus toen had ik 4. Toen had ik een vriend, die had toen op Steam, waren toen Assassin's Creed 3, was toen in aanbieding, zeg maar. En ik weet nu eigenlijk, heb geen idee welke kant ik op moet. Maar ik denk onder. Oké, dus toen was er, die had toen 3 en Revelations wou die toen kopen. Heeft hij ook gedaan uiteindelijk. En toen heeft hij mij, of toen heeft hij, of heb ik die toen voor hem besteld? Ik weet niet meer precies, nou ja, toen heb ik dus ook Freedom Cry gedaan. En bij Freedom Cry had ik echt last van dat een Assassin's Creed 4 dus eigenlijk echt niet werkte. Assassin's Creed 4 en Freedom Cry is hetzelfde voor de mensen die het niet weten. Freedom Cry is een soort, was eerst een DLC, is uiteindelijk een standalone geworden. En het is wel een tijdmissie trouwens. Dus dit wordt nog een, ja, hoe zeg je dat? Een pain in the ass, zoals ze dat heel mooi zeggen. Ja. En dus ja, zo, daar, toen kwam ik eigenlijk achter, toen ben ik een beetje gestopt, denk ik. Of nee, toen, ja, toen ben ik op YouTube natuurlijk ook weer begonnen. Nou ja, op YouTube ben ik eigenlijk nooit echt gestopt met Assassin's Creed. Toen ik eenmaal begonnen was, ben ik volgens mij nooit meer gestopt. Want ik begon met YouTube, begon ik natuurlijk met Assassin's Creed 3. Kunnen jullie natuurlijk allemaal zien. Hè? Ik maak nu heus geen reclame voor mijn eigen Assassin's Creed video's. Die video's zijn ook gewoon slechter. Dus ik zou niet weten waarom ik hier eigenlijk reclame nu voor maak. Maar hè, oké. Toen, ik begon toen met Assassin's Creed 3, dat weet ik zeker. En toen, na de vakantie had ik natuurlijk Assassin's Creed 2. Die heb ik toen volgens mij uitgespeeld. Toen ging ik die op YouTube doen. En toen ben ik zo verder gegaan. Ja, ondertussen was ik dan bezig met de andere Assassin's Creed ondertussen, terwijl ik voor mezelf speelde, zeg maar. Dus ja, zo'n beetje ben ik begonnen met Assassin's Creed. Dit was een goed verhaal, Sander. Ja, eigenlijk, ja, dit was mijn storyline. Hè? Iedereen heeft zijn eigen storyline, maar die van Ezio blijft het best. Nou, dat vind ik een mooie quote. Schrijf het op een kussen of een tegel, mag ook. Zo'n typisch Nederlands tegeltje. Oh, dat doet me denken aan typisch Nederlands. Hey, logica. Nee, ik vind het best wel logisch op zich. Oké. Welke kant moeten we op? Je mag volgens mij geen fouten maken. Volgens mij is dat de optionele doelstelling. Dat je niet in het water mag vallen. Maar weet ik niet zeker. Ik kan ook gewoon op escape drukken. En dan zie ik het vanzelf. Maar hè, dat gaan we niet doen. Want ik ben daar te badass voor. Ja, dus dat. Oké. Leuk, Sander. Weten we dat ook weer. Ik heb nog 2 meter in 25 seconden. Zullen we hier gewoon blijven wachten? Nee, tuurlijk niet. Wat ben je nou voor dom, joh. Nee, grapje, ik mag wel. Shout-out naar jou. Ik weet niet waarom ik jou beledigde. Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling. Het spijt me. Nee, oprecht. Het spijt me echt.
Maar hè, dus dat, ja. Ik bedoel, ik ben hier niet om mensen te beledigen. Mensen beledigen mensen te vaak. Daar moet je het gewoon over eens zijn. Mensen zijn te gemeen voor mensen. Oké, hier is ook nog iets. Dan moeten we hier waarschijnlijk ook zo woep 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 doen. Waarom woep 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 woep? Waarom niet woep 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 woep? Hè? Dat doet me denken aan... hoe heet dat? Ik heb geen idee. De troop. Ja, daar moest ik aan denken. Ik weet niet waarom, maar woep en troop, het rijmt. Dus misschien daarom. Misschien. Ik denk het. Het lijkt me het meest logische reden. Maar ik dacht aan de troop. En waarom? Geen idee eigenlijk. Ik heb zelf gewoon geen idee waarom ik aan sommige dingen denk. Kijk, bij sommige dingen weet je direct. Bijvoorbeeld Assassin's Creed, weet je wel. Ik speel nu Assassin's Creed. Ja, wel logisch dat ik daar nu aan denk. Vind ik op zich niet heel erg gek. Maar ja, dat kan ook weer aan mij liggen. Hè? Het ligt allemaal aan mij, tuurlijk joh. Jullie zijn gewoon een beetje gemeen tegen mij. Hè? Ik word gewoon gepest. Nee, grapje. Ik hoop het niet. Je mag best haten. Boeit me toch niet. Ik ga toch, iedereen gaat toch een keertje dood. En of ik dan gehaat word of niet. Ja, weet je. Er zijn ook mensen die me niet haten. Dus dat scheelt weer. Dan moet ik helemaal daar naartoe lopen. Leuk man. Ik ben al zo lui. Nou, gelukkig is Ezio niet lui. Dus dat scheelt weer. Ik vind het toch wel bijzonder hoe ze gewoon... Dit is gewoon 1400, hè. En check wat ze nu gewoon allemaal al hebben gemaakt. Al deze mechanismes. Ik bedoel... Weet je, toen bestond de auto nog niet eens. En ze hadden toen al wel dit soort mechanismes. Misschien is het wel gewoon... Konden we al veel langer gewoon dit soort machines bouwen. Alleen hebben we het nooit gedaan. Zo van, oh ja, maar dan gaat de broeikas effect. En eigenlijk is de mensheid gewoon steeds gedaald in IQ. En was het zo van, ja, weet je, we doen het gewoon. Waarom niet, weet je wel. De wereld gaat toch een keertje eraan. Dus waarom niet nu? Eigenlijk is dat best wel dom. Dus ik ben ervan overtuigd. Complottheorie confirmed. Nee, dit was echt bullshit. Soms praat ik best wel bullshit. Dat geeft niet. Weet je wel. Dat kan iedereen overkomen. Ik heb geen idee wat we moeten. Oh, daar. Haha. Ik ben een beetje aan het zoeken. Ik was eigenlijk een beetje aan het zoeken. Want ik ben niet meer aan het zoeken. Want, ja... Dat. Trouwens, ik zei, ik bedenk me ineens iets. Ik zei namelijk dat ik Assassin's Creed 4 zei ik dat ik die jaar niet had voor. Waarom ga ik hier naartoe? Als ik ook gewoon daar naartoe kan. Oké, nou. Maar Assassin's Creed 4 Black Flag, zeg maar, die heb ik ook wel gekocht. Ja, die hebben we volgens mij ook wel gekocht. Die heb ik ook op de PlayStation staan. Dus kijk, als ik nou... als ik nou van PlayStation 3 gewoon kon opnemen... Had ik ook wel een Assassin's Creed 4 serie willen doen op zich. Hierna ga ik waarschijnlijk Assassin's Creed 3 doen. Opnieuw, want die eerste... het geluid van Assassin's Creed 3 stond gewoon veel te hard, weet je wel. Dus dat is soms een beetje zonde. Nou, nu nog even de Altair missie. Kunnen we ook volgende aflevering doen. Maar ik doe eigenlijk nu steeds zo van... elke aflevering... elke twee afleveringen één sequentie. Dus daar hou ik me ook aan voor nu. En dan kunnen we altijd nog een aflevering. Want dan doet de serie op zich niet zo heel lang. We zijn nu... Ik denk dat dit aflevering 14 of 13 is. 14. Dit moet nou natuurlijk sowieso even getal zijn. Want... Nou ja, als je elke twee, en dit is het einde van de sequentie, dus dan is het op zich best logisch. Ja, dat dit een even getal is. Want dan zou aflevering 2 het tweede deel van sequentie 1 zijn, en 4 het tweede deel van sequentie 2, bladibladibla. Dus dan zouden we nu bij sequentie 7 zitten. Zitten we al bij sequentie 7? Wat? Jongens, is dit waar? Of zitten we dan... Of reken ik nu echt verkeerd? Ik heb geen idee. Zitten bij sequentie 6, ja. Oké, dus iets verkeerd gerekend. Of we zitten... Of dit is nog maar aflevering 12, dat kan ook. Nee, wacht, dat kan... Nee, ik kan me herinneren dat ik 12 net heb geüpload. Dus dit moet een oneven getal zijn, maar hoe dan? Huh? Ik snap er nu helemaal niks meer van. Help me. Guys, I don't know anymore. Ik heb serieus geen idee.
Ik heb oprecht geen idee. Help me. Ja. Ik weet het echt niet. Ik heb ook gewoon nu zoiets van... Ja, blank, weet je wel. Fill in the blank, please. Want ik kan hem niet invullen. Dus iemand moet het doen. Hè? Ja, mijn motto. Iemand moet het doen. Nieuwe levensmotto. Ojo, dat is best wel een goed levensmotto, moet ik zeggen. Gewoon, iemand moet het doen. Ik zeg niet dat iemand anders het moet doen. Ik zeg niet dat ik het niet moet doen. Ik zeg gewoon, eigenlijk zeg je er helemaal niet zoveel mee. Behalve dat, je bent vaag. Als je vaag bent, werkt altijd. Nee, oprecht. Als je vaag bent, weet je wel, heb je veel meer kans dat je gelijk hebt. Want, ja, weet je, als je vaag bent, dan weten mensen niet goed wat je bedoelt. Dus, ja, klinkt veel logischer, niet? Of wel? Ik vind het wel. Oké, ik heb ook echt geen idee hoe lang we al bezig zijn. Volgens mij best lang. Boeit niet. Kijk, meestal knip ik er heel veel uit. En ik was nu zo lekker bezig met, yo, hey, dit en dat. En het is een squeeze. Zo ben ik ermee begonnen. Zo ben ik er niet mee begonnen. Technisch gezien heb ik eigenlijk ook gewoon net verteld hoe ik er niet mee begonnen ben. Omdat, ja, waarom eigenlijk, Sander? Nou, omdat ik je heb verteld hoe ik er wel mee ben begonnen. Als ik je heb verteld hoe ik er wel mee ben begonnen, dan weet je dus ook hoe ik er niet mee ben begonnen. Waardoor ik dus eigenlijk indirect ook heb verteld hoe ik er niet mee ben begonnen. Want dat is alles wat ik niet heb verteld. Dus ik heb eigenlijk ook gewoon verteld wat ik, hoe ik niet ben begonnen. Toch? Toch? Ja. Ja, dus dat. Oké. Okay. Nou, Sander, goed verhaal. Dit was echt heel vaag eigenlijk. Ik denk ook eigenlijk stiekem dat het niet eens dat het klopt. Want je... Nee, want je hebt het niet verteld. Tuurlijk. Je hebt helemaal niks gezegd. Dus het klopt helemaal niet. Deze speculatie, echt, het staat helemaal nergens op. Net als mijn YouTube-kanaal. Hé, hey, praat niet zo gemeen over mijn YouTube-kanaal, oké? Ik zit te denken, hè. Als dit 13 is, dan... Huh, ik snap het niet meer. Hebben we dan één aflevering... aflevering? Sander, oh wow. Soms is het... Kijk, soms verspreek ik me en dan denk ik echt zo van... Ja, Sander, dom. Maar soms heb ik ook wel grappige versprekingen. Dit was er één van, moet ik zeggen. Dus, ja, shout-out naar mij. Ik denk dat we een aflevering extra hebben gehad. Hebben we niet één aflevering gehad waar ik gewoon niet met de storyline bezig ben geweest? They say he screams in his sleep, calling out for his father. Abbas, what a miserable man. It is not our place to judge. It certainly is. If our master has gone mad, I would like to know. Shh. I'll tell you. Good evening. Toch? Ja. Water. Of course. Hij lijkt best wel veel op Ezio, moet ik zeggen. Op 28 Many thanks. Jarige leeftijd. What brings you here, old man? Pity Abbas. Do not mock him. He has lived as an orphan for most of his life, shamed by his family's legacy. He is desperate for power, because he is powerless. He is our mentor, and unlike Al-Mualim or Altair, he never betrayed us. Nonsense. Altair was no traitor. He was driven out, unjustly. Nee, maar dat is toch altijd. Is it you? Ja, ik wou het zeggen. But I did not believe them. I wonder if I might speak to Abbas myself. It's been a long time. Impossible. Abbas uses rogue Fedayeen to keep us from the castle. Fewer than half the fighters here are true assassins. So, where do I begin? With us. Oké, dood alleen Abbas en zijn commandanten. Oké, dat klinkt wel alsof het te doen is. Ik kan deze missie niet meer goed herinneren. Ik weet wel dat het volgens mij heel lastig is. Omdat je niet... You say these je mag men are niet cruel. Echt meer rennen, volgens Has mij. Has anyone raised his blade against an innocent? Alas, volgens mij, yes. Ja.
Brutality seems to be their sole joy. Je mag niet echt rennen, omdat je natuurlijk oud bent. Ik kan niet rennen. Dan but those who still live by the creed. Oh, hij is 82 geworden. Dat is niet voor die tijd, is dat heel oud. Niet? Kan, oh jawel, ik kan wel rennen. Ah nee, niet zo lang moet ik zeggen. Ik, what about him? Ja. Wacht, heb ik niet ook werpmessen? Nee, oké. Okay. Ik moet het toch wel echt doen met dubbele hidden blade. Oké. They say he fought with a hidden blade. Oké, ik heb er twee, maar... Huh? Maar dat was toen toch nog helemaal niet, of wel? Huh? Ik snap het nu even niet meer. Al wel later... Oh, je mag wel spoiler. Dat is een spoiler alert, Sander. Hoe, maar goed dat ik het niet heb gezegd, zeg maar. Want, ja, dat is niet echt netjes. Ik weet niet hoe dit zit. Waarom mag ik niet rennen? Ja, ik snap op zich wel dat ik niet altijd kan rennen. Maar, ja, laat me wel rennen eigenlijk. Ik wil wel rennen. Laat me rennen! Anders maak ik je dood. Ja, nee, ik kan gewoon niet. Ik kan gewoon niet, Sander. Oké. Okay. Mentor, welkom. Oh wat, ik ben een nieuwe mentor, toch? We do not want to get him killed. Ja, precies. There! Kill the traitors! Oh wat, oké. Okay. Gaan jullie op hun af, dan ga ik op mijn doelwit af. Dat lijkt me het beste. You want, pathetic miser. Ja, stand kom op, down doe. Or die. Oké, okay, nice. Follow me to the castle. Best goed. And spill no blood if you can alleen, help it. Wacht, we mochten alleen de commandant vermoorden, hè, wij. Of mochten we dood te voelen? Ja, alleen Abbas en zijn commandanten. Dus niet de gewone moordenaars. Zeg maar. De gewone sluipmoordenaars. Want dat zijn niet commandanten. Wow, Sander. Wat ben jij toch een slimme man. Nee, valt wel mee soms. Alhoewel, soms heb ik wel opmerkingen dat ik denk, Sander, dat is niet heel erg dom. Dus ja, we kunnen zeker ook niet heel erg veel meer klimmen, hè? Nee, dus dan nemen we wel het gewone pad. Hé, als het moet. Ik heb trouwens Assassin's Creed 1 ook nog nooit op een kanaal gedaan, denk ik me net. Want ik heb net zo heel mooi verhaal verteld van... Hé, hey, yo, ik wil Assassin's Creed 3 kan ik gewoon Assassin's Creed 1 doen. Dan hebben we gewoon elke Assassin's gehad. Alhoewel, misschien heb ik niet Assassin's Creed 1 één keer voor random gedaan? Of ik heb die ooit een keer opgenomen, maar nooit echt gebruikt als... Wat? Maar, oh, ik hoef hem niet te doden ineens. Oeh, maar goed ook. Oké. Okay. Oh, mooi. Hun gaan ook al. Nice, want ik dacht eventjes dat het fout zou gaan. Ik denk trouwens dat het deze missie is. Weet je nog dat ik zei, hey, spoiler alert. Kill him! Ik denk dat het deze kill him now! Is. What are you waiting for? You fools! He has bewitched you! Gast, our mentor take has it returned. Easy, neem een biertje of zo. In deze tijd was dat volgens mij ook nog niet echt een ding. In Assassin's Creed 4 heb je dat wel, dan is het heel erg... Ja, is ook wel logisch op zich. Maar dan is dat met rum is heel erg een groot ding, zeg maar. Is ook wel logisch, want piraten staan natuurlijk ook wel een beetje bekend om het... Oké, nou, dat ging net goed. Ik maak altijd hele rare geluiden als ik denk dat het niet goed gaat. Nee! Wat? Maar ik doodde hun niet af. Oké, dat vind ik wel bullshit, moet ik zeggen. Want ik deed helemaal niks, maar je mag dus ook niet geraakt worden of zo door hun. Ja, dat probeerde ik ook niet. Maar, ja. Nee, ja, jammer. Misschien is dat... Welcome back, mentor. Mentor. Is, het sluipmoord... Tell your men to stand down. No, I am defending Mashaf. Would you not do the same? You corrupted everything we stand for and lost everything we gained. All of it sacrificed on the altar of your own spite. And you! You have wasted your life, staring into that apple, dreaming of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple, of life and death, of the past and the future. Let me show you. Ja, nu gaat hij het doen.
Gebruik het pistool. Hij denkt natuurlijk dat wij niks kunnen doen, maar wij hebben natuurlijk het pistool. Uit Assassin's Creed 2, waar dat eigenlijk een voor het eerst een ding was. En nu gaan wij deze kunst zien. I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family. My father. Dat was the humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears, begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat. I watched his life ebb away at my feet. I will never forget that image. No! But he was not a coward, Abbas. He reclaimed his honor. I hope there is another life after this one. Then I will see him and know the truth of his final days. And when it is your time, we will find you. And then there will be no doubts. Ik wou bijna requiescat een paadje zeggen, maar ja, dat is hier natuurlijk niet. Ik vind het wel raar dat ik die volledige synchronisatie mislukt is. Maar hier sluiten we wel de aflevering mee af. Vond je dit een leuk video? Blauw duimpje wordt zeker gewaardeerd. Zo niet, vertel even waarom. En ja, dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer. Laters. And still he fought to hold our brotherhood together. I would have called him stubborn in my youth, but now I can only admire his courage. The assassins were his life, from beginning to end. He had no other. Okay, schijnbaar is deze kunstie nog niet afgelopen. We gaan nog even iets langer door. Ik denk, nou, ik start alvast de opname, weet je wel, dan hebben we dat in ieder geval al gehad. Maar schijnbaar is er nog iets in deze sequentie wat we nog niet hebben gedaan. Oké, hier is het dan. Hier is onze Matty. Sayun Auditore! Hallo, Yusef. Word around the city is you're leaving us. Is nothing I do a secret. Not to worry, brother. The captain of your ship is a friend. But neither of you are going anywhere just yet. The Janissaries have raised the chain across the mouth of the Halych and ordered a full blockade until you are caught. They raised the chain for me. We will celebrate later. Here, I have something for you. Careful. This has 50 times the kick of our usual bombs. Okay. Dus dood niemand met messen. Dat kan wel. Gaan we dat nog doen? Fuck it, we maken er gewoon een oude of power van. The suspense is palpable. Yusuf, wait. Un favore. Yes? There is a woman running a bookshop at the old Polo trading post. Sophia. Look out for her. She is a remarkable lady. You have my word. Gather your men. This will attract some attention. Zie ik hier de vonkjes overslaan? Of niet dan? Of ligt dat aan mij? Nee, ik denk wel echt dat er iets is tussen hun. En dat moet ook. Want ja, hè? Wat heb je zonder liefde? Ja, ik heb geen idee. Want ik ken alleen maar een wereld met liefde. Dus ja, weet je. Het is gewoon zo van, ja, waarom zou ik? Nou, waarom zou ik dat weten, weet je wel? Ja, precies. Ik mag niemand doden met messen. Maar mogen mijn sluipmoordenaars dat dan wel? Ik bedoel, er staat, je mag niemand vermoorden met messen. Maar ja, ik ken Assassin's Creed. Ik bedoel, leer mij Assassin's Creed kennen. Ze zijn zo bitchy als het... Ik ben dat... Oké. Als ze zeggen van, hey, je mag niemand doden. Je mag alleen, zoals de missie van Altair.
Je mag alleen de commissarissen en Abbas zelf doden. Dan alsnog. Als ik dan mijn dinges op afroep, dan is dat alsnog fout, weet je wel. Dus ja, beetje jammer. Beetje jammer. Maar op zich, hè. Ja, ik durf dus niet mijn sluitmoordenaars erop te zetten. Want als ik dat doe, val me ook niet aan. What the fuck? Oh, wacht, dat is het. Dat is wat ik moet hebben. Ik dacht dat ik hoger moest zijn, joh. Nou, dan... ja, dan moet ik wel eventjes... pijlenregen. Dan maar. Werkt dat? Waarom werkt dat niet? Ik heb ook echt het gevoel alsof ik hier vast zit. Dit is balen. Oh nee, ik zit niet vast. Haha, laat maar zitten. Oké, wacht. Maar je mag niemand doden met messen. Maar ik heb ook gewoon bommen en kruisboogpijlen. Dus wat doe ik moeilijk? Schiet dan. Schiet. Snel. Ah, shit. Fuck nou. Oké, ik ga dood, denk ik. Alweer? Ja, alweer. Waarom deed hij het niet? Ik deed nog mijn dinges instellen. Medicijnen deden het niet. Dat is niet eerlijk. Nou, die zijn allemaal dood. Dan kunnen we nu interactie. Eindelijk. Oh, dit zijn... Aha, daarvoor hadden we die bom nodig. We moeten dit en dan gaat dat los. Aha. I get it. Pas op, Ezio. Pas op. Ja. Dat is... ziet er inderdaad wel sterk uit. Laten we daarop houden. Dus, ja. Please, Ezio, blijf leven. Alsjeblieft. Ik bedoel, ik hoop dat ik je dit geen twee keer hoef te vragen. Want ik wil gewoon graag dat wij bij elkaar blijven. Jij bent als een vriend van mij. Zonder jou kan ik niks. You take care of them. We will clear the docks. Ah, Greek fire. I like the way you think, Ezio. Vernietig float? Oké. Wat? Oké, ik heb echt geen idee. Oh, ja, ik weet het. Ja, kijk. Dat is een boot. Dat is een boot. En waar zijn er meer boten? Er zijn overal boten. Overal boten. Maakt niet uit. We maken ze toch allemaal helemaal kapot. Dus dat scheelt. Oké, volgens mij gaat dit helemaal niet zo heel goed. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Hoe ga ik hier weg? Hoe ga ik hier weg? Gasten. Ik moet, ja, ik wou net zeggen, ik moet mijn medicijn pakken. Maar je moet wel je medicijn kunnen pakken. En je moet wel weten hoe je daar weggaat voordat je je medicijn mag pakken. Want je mag natuurlijk niet, als je achter zo'n geweer zit, je medicijnen pakken. Dat is hartstikke logisch. Was sarcasme, maar... tuurlijk. Tuurlijk, oké. Ik moet hier gewoon wegwezen. Oké. Those ships are armed! They're waiting to stop your boat! You take care of them. Yeah. We will clear the docks. Ah, Greek fire. I like the way you think, Ezio. Ah, come on. Nee. Ja, dank je. Oké, dus dan kan ik nu gewoon hier... oké. Maar moeten we nou alleen die kleine bootjes of ook die grote? Het lijkt me ook die grote. Want die grote die zijn... wat? Wat gebeurt er? Volgens mij heb ik die nu ook vernietigd. Oké, ja. En ik ga dood. Sowieso. Ja, kan ik? Waarom kun je niet vanaf? Wat is dat? En waarom kun je geen medicijnen? Dat vind ik wel bullshit. Maar oké. Oké, ik denk dat je gewoon moet kijken naar waar de mensen zijn. En die boten vermoorden.
Dan word je natuurlijk ook minder geraakt als je daar gewoon vuur op vuurt. I see what I did there? Ik wel, want ik... Nou, ik zag het niet. Ik hoorde het wel. Maar wat? Waarom... waar moet het nou? Moet dit? Waar is die andere gast? Ja, oké. Okay. Nu... Oh nee, ik zie daar... Word ik ook vanaf afgevuurd. Please, ga dood, boot. Ik weet dat je geen leven hebt... Maar hè, je mag best dood van mij. Dit is zo tegenstrijdig wat ik nu zeg. Echt, ja, alles wat dood is, ja, dat leeft niet. Maar alles wat... Oké, volgens mij doen we iets goed. Of niet? Nee, ik heb geen idee. Niemand weet het. Oké, wat moeten we nu doen? Wat moeten we doen? Ik ben echt benieuwd. Dit doet me heel erg denken. Er is ook... een soortgelijke missie in Assassin's Creed 4. En dan heb je dus ook dat je over schepen en zo moet. Of niet. Ik weet het eigenlijk niet meer. Het kan ook wel zijn dat ik dit onthouden heb. Alleen dat ik het op een of andere manier heb gelinkt met Assassin's Creed 4. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. En waarom werkt die niet mee? Zoals gewoonlijk. Ik heb geen idee. Oh, boom. Bam. Kletskebam, zoals Sokka zou zeggen. Ja, dat is een referentie van Avatar. The Last Airbender natuurlijk, want welke anders? Ja, je kunt het over Korra gaan hebben. Maar ja, Avatar The Last Airbender, hè, dat blijft toch wel een van de beste. Ik bedoel, ja, weet je, Avatar Korra was leuk, maar dat is gewoon puur omdat je de elementen hebt van Avatar. En dat was gewoon, ja, concept was gewoon geweldig. Dus ja. Dan is het op zich wel logisch dat je... Ja, dat het dan een goede serie is op zich. Oké, we moeten daar naartoe. Waarschijnlijk. Oké. Ja, we mogen het schip niet bereiken. Wat dacht je van dat we dat mooi wel doen? Oh shit, wat doe ik? Ik heb geen idee waar ik mee bezig was. Maar ik moet wel eventjes op tijd zijn. Want ja, net als met op school. Gewoon bij schepen moet je op tijd zijn. Weet je wel... Ik bedoel, niet zo moeilijk te doen. Bam! Dat was een moeilijk. Is not a subtle approach. See. Sorry for the delay. Ja, kan gebeuren, hè. Vraag maar aan de NS. Die weet alles over vertraging. Ja, dat is wel waar. Nou, en hierbij eindigen we sequentie 7. Nee, 6. Dus... ja, het was een goede sequentie, moet ik zeggen. En ik heb ervan genoten. Ja. Nou, hierbij sluit ik dus echt de aflevering af. Vond je dit leuk? Vind je het leuk? Maar als je niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later. You know something, don't you? Oh. You know what's out there. I have a hunch. Yes. Come on, Bill. You never do anything halfway. What do you think we'll find? If we're lucky, another prize. If we're very lucky, something that'll end this miserable war. You're talking over my head, mate. Listen, Sean, I have no idea what we're gonna find. But I do know that whatever it is, the Templars can't have it.